Aron Meijer is het goede gevoel na wedstrijd 1, 2 en misschien 3 is volgens mij volledig weg naar deze nederlaag. Ja, dat heb je correct gezegd, denk ik, ja. Dat is frustrerend en balen, want op voorhand hadden jullie dat niet gedacht. Ja, dat is heel kloten, want ik bedoel wat je zegt, na die eerste, vooral 3, vorige week of 2 weken geleden is het ook gewoon kuttig Ajax. Maar na die eerste 3 wedstrijden heb je gewoon een goed gevoel en zit je wel in een lekkere vibe en dan ga je met vertrouwen naartoe. En nu krijg ik gevonden, moeten we naar Zwolle en deze wedstrijd hadden wij wel verwacht om 3 punten te houden. Waarom lukt het vandaag niet? We hebben, ik denk, niet genoeg afgedwongen om echt te scoren. We hebben wel mogelijkheden gehad. Volgens mij maken we ook een goal die eigenlijk goed had gekut had moeten worden. Maar ja, en daaruit volgt gewoon één momentje van onoplettendheid. Hij zit er bij hun in. En voor de rest hebben zij ook weinig gecreëerd. De eerste helft weggehoost 1-1 met de keeper, die pakt Hansen goed. Voor de rest hebben zij volgens mij ook niet weinig gecreëerd. Dan is het frustrerend dat je nu zonder punten staat. Ja, het is echt, in de kleedkamer is ook iedereen heel gefrustreerd over deze wedstrijd. En je hebt er niet zoveel aan, want we hebben gewoon 0 punten. Dat is gewoon kut. Bij afwezigheid van de eerste aanvoerder was jij vandaag de tweede aanvoerder. Je hebt veel gesprekken gevoerd met de scheidsrechter. ja, klopt. Maar dat heb ik ook, dat heeft niks met die band te maken. Ik heb gewoon, soms als ik een beetje gefrustreerd ben, dan wil ik dat toch wel eens te veel op de scheidsrechters uiten. Maar dat is niet altijd even goed. Nee. Ik heb meerdere sprintjes richting Manschot geteld. Ja, klopt. Maar ik was gewoon, wat ik zeg, af en toe een beetje verbaasd over zijn beslissing. En natuurlijk zie ik ook niet altijd of hij het goed ziet, maar ik vond hem een beetje warrig. Maar wat ik al zei, ik heb net ook even nog met hem gesproken. Want dat hij mijn tirades niet altijd even serieus moet nemen. Maar het is wel soms frustrerend, ja, moet ik zeggen. Want was het bijvoorbeeld terecht dat die goal werd afgekeurd? Was er contact, ja of nee? Ja, ik heb het niet zo gezien. Ik hoor dat hij zegt tegen mij dat het terecht was. En ik hoorde bij ons mensen die ook objectieve blikken op hebben geworpen, die zeiden dat het gewoon een goede goal was. Dus dat is wel frustrerend. Maar ik moet het eerst zelf zien om te kijken of het echt zo was. En dan het laatste moment, Alberg. Is dat nou wel of geen penalty? Volgens mij, ja, wat ik zag, ik dacht van wel. Maar ik vond het best 5,5, dus dan ga je natuurlijk wel een beetje roepen. Maar volgens mij, misschien gleed hij ook wel een beetje weg. Dat weet ik niet. Het jammer van het feit dat je vandaag geen punten pakt, is dat er nu veel druk komt te staan op de komende wedstrijden tegen concurrenten en mindere goden. Ja, nou, dat is wat ik net zei inderdaad. Er komt nu, nu gaan we toch met iets meer druk richting Zwolle. Kijk, als je gewoon had gewonnen, dan had je iets minder druk gehad. Maar goed, Zwolle heeft ook een heel ander team. Ze doen het wel goed, maar ik denk dat we daar ook beter moeten doen dan de afgelopen jaren. Is jullie ambitie dan te hoog? Ik weet niet wat onze ambitie linkerrijtje was. Ja, het linkerrijtje. Ja, dat. Kijk, als je eerst naar de eerste 3 wedstrijden kijkt, dan doe je het gewoon heel goed. En dan worden de verwachtingen misschien te hoog voor de rest van het seizoen. En nu zullen die misschien weer wat getemperd zijn. Maar ik denk dat we zeker als je kijkt, de grote groep, zeg maar weer de grote middenmoot, dat wij wel, als we gewoon top zijn, linkerrijtje. Als het even wat tegen zit, dat we weer naar het rechterrijtje komen. Dus sta je waar je nu staat eigenlijk goed? Ik weet niet wat we nu staan. Rond de 13e plek, denk ik. 14, 12. Ja, nou, dat. Wat ik zeg, dat is, als het tegen zit, is dat, staan we zo. En als we wat geluk hebben en het gaat allemaal wat beter, dan kunnen we het linkerrijtje eindigen.